President Desi Bouterse heeft minister Jennifer van Dijk-Silos vanmiddag bedankt. Het staatshoofd deed dit naar aanleiding van een spoedschrijven dat hij op 16 maart heeft ontvangen van het Hof van Justitie. Hierin staat dat op grond van de verstoorde relatie met minister van Dijk-Silos het vertrouwen in haar is opgezegd. De onmogelijkheid van communicatie en samenwerking met de minister liggen ten grondslag aan het besluit van het Hof. President Bouterse heeft op basis van deze brief na diepgaand beraad met de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, de waarnemend president van het Hof, Iwan Rasoelbaks, de procureur-generaal, Roy Bainat, als ook met het college der raadadviseurs een definitief besluit genomen. Het staatshoofd heeft in een persoonlijk onderhoud met de minister van Justitie en Politie op haar het beroep gedaan om haar portefeuille met ingang van heden ter beschikking te stellen. Onze nieuwsdienst heeft de intussen ex-minister om een reactie gevraagd. In een telefonisch interview geeft ze het volgende weer. Nou, ik kan u alleen maar zeggen dat de activiteit aan de waterstaan tussen de overdracht van buiten. En ik werd al vanmorgen gemeld dat ik op het kabinet moet zijn. Dus ik ging vrolijk naar het kabinet. En toen zei de president, er is een brief binnengekomen van het Hof van Justitie. Alle rechters hebben getekend, ze hebben het vertrouwen in me opgezegd. Dus hij verwacht dat ik bedank. En toen zei ik, nou, ik wil wel weten waarom. Ja? Nou, ik heb die brief mogen lezen, ik heb het vanmorgen gelezen. En ik heb ook aangegeven dat die dingen, die kloppen die erin staan, ik heb al die dingen verwerkt. En ik ben al bezig met het traject dat zelf over een begroting mogen gaan. Maar zijn besluit stond al vast. En ik heb toen aangegeven, oké, ik ga niet bedanken, omdat ik niet eens ben met die brief. Ik vind het onrechtvaardig, ongegrond. Dus ik ga niet bedanken. Als u me weg wilt, zult u me moeten bedanken. En dat was het. Dus de president heeft u bedankt? Hij heeft mij bedankt, ja. Kunt u ons misschien enkele van de gronden aangeven? In de gronden van die brief staan een hele reeks van dingen, hoor. Maar dingen afgeschreven, minister, willen ze een of ander strategisch plan van ze. Al die dingen heb ik in dat project EU-Stari Forum. En daarover wordt een van deze maanden beslist. Verder hebben ze aangegeven dat er geen communicatie is. Inderdaad is er geen rechtstreekse communicatie. Maar ik zei aan de president, zij communiceren ook niet echt met mij. Maar ik faciliteer ze gewoon wat ze ook vragen. Dan de zelfstandige bedrijfsdingen. Ik zeg ook daarvoor heb ik de autorisatie aangevraagd. Volgens mij is dat geld er al, want er is iemand of zo gezonden, dat is erop. Dus dingen die, ik noem ze oneigenlijke gronden. En als klap op de vuurzeel was dat ding van de beveiliging. Dat het alles ingegaan, mijn informatie was dat het niet is ingegaan. De politie is er nog. BBS is weer de plaats vervangen, de rechters. Wel, het bestand verminderd. Maar de rechters van het Hof van Justitie, de vaste rechters, hebben hun beveiliging nog. En ik zeg aan de brief, en er staat ook in die brief, communicatie maakt dat het niet effectief voor de rechtelijke macht kunnen zorgen, voor de dienstverlening. En dat ze de president vragen voor een structurele oplossing. Nou, de oplossing, dat hebben ze gevraagd. Het staat niet in die brief dat het vertrouwen in is opgezegd. Het kan er bij Van Dijk-Silos niet in dat het staatshoofd niet ervoor heeft gekozen om te gaan voor de structurele oplossing die de briefschrijvers aanhalen. De ex-bewindsvrouw zegt dat ze nu op de PG wacht die haar zal aangeven wanneer ze moet overdragen. Hoewel ze dit niet had zien aankomen, is Van Dijk-Silos heel nuchter. Ik ben nuchter, ik ben enigszins of erg realistisch. Ik heb al mijn toekomstbeeld. Ik weet al wat ik per 1 april ga doen. Ik heb mijn dingen al geregeld. Zo ben ik. Ik kijk naar de way forward. Maar ik had niet verwacht dat ik zo onrechtvaardig zou worden behandeld. Dus dat steekt een beetje. Maar dat is dan ook alles, hoor. Ik ben nuchter. Ja, God.
is politics. En je hoeft het niet toe te keuren omdat het politics is. Want politics vind ik moet ook gerechtvaardigd zijn enzovoort. En ja, dat is het. En als je dat persbericht leest, weet je dat het een hele grote conclave is geweest met allerlei instituten van raadsadviseur dat PG dat op. En diepgaand beraad. Ik was er niet bij van tevoren. Ik vond ook, dat heb ik hem gezegd, als u zo'n brief krijgt, waarom heeft u mij niet eerst gehoord voordat u besluit nam? Ja toch? Dus daarom was ook het stilte. Hij heeft me laten komen toen het besluit al genomen was. En that's it. Nou, u geeft aan dat u al weet wat u gaat doen. Maar u begrijpt dat uw politieke tegenstanders nu juichen. Ja, de politieke, ik denk dat meneer Belkon vanavond een feest heeft. Ik denk dat Matura ook zal feesten in de olifant. Dat waren de twee mensen die continu op mijn bezoek te hakken. Ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het ook niet erg. Als je het zo bekijkt, dat ik op deze manier bedankt ben. Want dit is politiek, het is ook een hele goede leerles. Dat ik dat in de tijd, toen ik in 2010 het besluit nam, bemoei niet meer met partijpolitiek. Dat ik consequent had moeten handelen en moeten wekelen voor die pot. Tot zover ex-justpolminister Van Dijk Silos. Ze is vanmiddag door president Bouterse bedankt. Intussen heeft Bouterse, de vicepresident Ashwin Adin, gevraagd de voorzieningen te treffen, zodat minister Ferdinand Welzijn van HI kan worden belast met de waarneming op het ministerie van Justpol. Al dus een persbericht van het kabinet van de president.